avontuurlijk. Op 2,40 naar een ei, KS4, humus 1. We staan hier in Leidschendam, op het punt waar ze in de jaren 80, eind jaren 80, ongeveer het kanaal van Corbulo het meest zuidelijk hebben aangetroffen. Dat is, als we op de kaart kijken, staan we hier in deze omgeving. Dit kanaal van Corbulo is aangelegd net ten oosten van het strandwal waarop Leidschendam en ook Voorschoten liggen. Dat is op de overgang van het zand naar het veengebied. In dat veen konden ze heel makkelijk een stabiel kanaal aanleggen. En dat hebben ze archeologen, waaronder Nicole Mulder, in de jaren 90 zo'n kilometer kunnen vervolgen. Op het punt waar wij begonnen zijn met onze zoektocht, daar is het gestopt. De afgelopen tientallen jaren zijn er in het Damcentrum heel veel herinrichtingen geweest. Er zijn tientallen onderzoeken uitgevoerd en er zijn geen harde aanwijzingen aangetroffen voor het kanaal van Corbulo. Er zijn wel natuurlijk kreken aangetroffen waarvan altijd het idee is geweest van dat zou dan wel het gevolg van het kanaal zijn. Alleen op basis van een datering van een raaponderzoek is vastgekomen te staan dat die kreek in de late ijstijd al verland was. Kortom, op basis daarvan kunnen we eigenlijk uitsluiten dat de verbinding van het kanaal naar die natuurlijke kreek er ooit geweest is. Op basis van dat feit hebben wij bedacht van joh, dat kanaal moet ergens doorgelopen hebben. Of de Romeinen hebben een andere oplossing bedacht. Ze hebben bijvoorbeeld een overtoom of een overlaat gehad. Waarbij ze materiaal of de schepen vanaf een punt hier ergens naar een kanaal wat afwatert op de Maas hebben overgeslagen. Wat we nu aan het doen zijn is kijken van in hoeverre kunnen we dat kanaal nog vervolgen en kunnen we dat punt vinden waar het kanaal ophoudt of waar die alsnog ergens in deze regio doorloopt. Ja, eerst die erboven inderdaad. Een VZ3 of zo, denk ik het. Die is zo'n stukje hout. Ik zal niet zien. KS4, nog net, met enkele detrituslagen. En de eerste resultaten laten zien dat het kanaal zeker nog 50 meter doorloopt. En hij buigt niet naar het zuiden af, maar lijkt eerder naar het westen af te buigen. Wat impliceert dat de Romeinen mogelijk door de strandwal heen gegaan zijn met hun kanaal. En dat is een totaal nieuw inzicht, waardoor we eigenlijk vanaf dit punt opnieuw kunnen gaan beginnen met het zoeken naar het kanaal tot aan Forum Hadrianum.